De titel van mijn column is Tuinhuisjes. Leo Herms, fractievoorzitter van Wiege Lokaal, heeft jarenlang tuinhuisjes verkocht. Dit voormalige beroep van Leo stond vermeld in een krantenartikel waarin hij uitlegde voorstander te zijn van de bouw van 100 tiny houses op het voormalige AZC-terrein in Wiege. Dit om te voldoen aan de grote vraag van jongeren naar betaalbare huisvesting. Als Leo vroeger postbode, stadsbeierdier of tandars was geweest, zou dat nooit in het artikel terecht zijn gekomen. Ongetwijfeld heeft Leo tegen de journalist gezegd: Ik heb jarenlang tuinhuisjes verkocht, dus ik weet waar ik over praat. Nu zie ik, niet alleen in Wiegen, op heel veel plekken enorme tuinhuisjes verschijnen, compleet met buitenkeuken en al. Leo zal op zijn kamer nog steeds stapels folders met zulke tuinhuisjes hebben liggen, die hij nu moeiteloos tot tiny houses promoveert. Leo bewijst hiermee een visionair te zijn. Want twee dagen later verklaarde de directeur van het architectuurcentrum Nijmegen in de krant dat niet iedere Nederlander in een rijtjeshuis wil wonen met drie slaapkamers, een auto voor de deur en een schutting in de tuin. Vertel Leo wat. ...met zijn tuinhuisjes. Wethouder Geert Gerrits... ...vindt het een positief signaal... ...dat een oppositiepartij als Wiegel Lokaal... ...zo doortastend en opbouwend... ...meedenkt om de woningnood... ...onder jongeren aan te pakken. Als een politicus... ...zoiets zegt, moet je oppassen. Er komt dan stevast... ...een flinke maar achteraan. Hoewel het aan de verkoopopbrengst... ...van de gemeentegrond... ...niet kan liggen. Leo Herms... Denkt aan 500 euro de vierkante meter. Hij heeft niet alleen verstand van tuinhuisjes met bijbehorend grondwerk, maar ook van grondprijzen. Voor een kavel van 50 vierkante meter is dat 25.000 euro. Een plan met 100 tiny houses levert dus 2,5 miljoen euro op. Kassa voor de wethouder van het Wieges grondbedrijf, met dank aan de oppositie. Maar nee hoor. Geert Gerrits denkt dat het AZC-terrein voor jongeren niet geschikt is om te wonen. Die hebben meestal nog geen auto en moeten dus op de fiets naar het centrum of het station. Dat is te ver vanaf het AZC-terrein. Vindt Geert. Google Maps leerde me dat het 2,8 kilometer is. Over een kaarsrecht vrijliggend fietspad. Als dat voor Wiegese jongeren van boven de 20 te ver is. Om te fietsen, dan zijn het Wiegese watjes. Zo doorredenerend komt Geert straks met het voorstel om het AZC-trein te bebouwen met woningen voor senioren, omdat die toch allemaal een e-bike hebben. Op deze manier schiet het dus voor geen meter op. Want ook de woningbouwplannen voor het centrum van Wiegen gaan stuk minder voortvarend dan gehoopt. Er zijn drie zienswijzen bij de Raad van State ingediend tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Dat betekent weer een hoop gedoe met mogelijk een vertraging die kan oplopen tot een jaar. Jongeren en ouderen moeten dus nog langer wachten eer er nieuwe mogelijkheden zijn om in het centrum te gaan wonen. Dan rest er niets anders om als zoon, dochter of ouders achter in de tuin in een tuinhuisje te gaan wonen geleverd door Leo Herms.